En dan zegt hij extend video. Press camera button to extend. Ja. Wat is de camera button? De zijkant? De zijkant gewoon er één keer op drukken, inderdaad. Extend video? Ja, nou, alleen, ik zie alleen V, niet video. Oh, oké, okay, maar is die tekst wel weg nu? Nee, hij staat er nu. Maar één keer aantikken? Ja, nu is die weg. Nu zie ik jou. Oké, okay, en dan ben je open. Ja. Dan zijn we allebei in het opnemen. Kijk. Meneer Schippers. Meneer? ik wil niet lullig zijn, maar voor mijn misverstanden krijg. Op het gebied van e-health zijn er natuurlijk wel een hele hoop mogelijkheden op dit moment die we eigenlijk morgen zouden kunnen gaan gebruiken. Om welke reden gebeurt er op dit moment nog niet echt nou in mee? Heel veel redenen. De belangrijkste reden is dat de consument er te weinig om vraagt. Het is er wel, maar het wordt niet zo geassocieerd met de zorg. Eigenlijk accepteren we het allemaal dat we naar het ziekenhuis gaan en dat we nog steeds om ons ponskaartje gevraagd wordt. En als ik dan naar 3 ziekenhuizen ga, dat ik dan ook 3 verschillende ponskaartjes heb. Dat is technologie vanuit de midden vorige eeuw. Ja, en dat gebruiken wij dus nog steeds, terwijl er eigenlijk zoveel meer kan. Ik denk ook dat we heel veel meer servers zouden kunnen krijgen. Stel, je moet langer thuis wonen. Dan hebben we allemaal technologieën die mij het thuis wonen aangenamer maken. Bijvoorbeeld dat ik me veilig voel doordat er systemen zijn die mij in de gaten houden. Bijvoorbeeld doordat ik servers kan krijgen van robotachtige ja, robotjes, ondersteuning. En wat we dus heel vaak zien is dat een beetje met een angstbeeld omgeven wordt. Pas op voor je privacy. En als er een robot is, dan is er geen menselijke warmte meer. Terwijl ik eigenlijk denk, als we die robot inzetten daar waar we die menselijke hulp niet nodig hebben, dan kunnen we hem extra krijgen daar waar we de zorg wel nodig hebben. Waar we die menselijke hand wel nodig hebben. En zit het dan op het gebied van, ik noem maar zaken als standaarden, waarom dat nog steeds niet kan, bij wijze van spreken? Want... Dat is lang zo geweest, maar die standaarden zijn er inmiddels, maar dan moeten ze nog toegepast worden. Dus eigenlijk moet de inkoper van zorg, die namens ons allemaal zorg inkoopt, de zorgverzekeraar, die moet eigenlijk zeggen, joh, jij voldoet aan de standaarden of ik koop jou niet in. Want zodra als die zorgverzekeraar dat gaat doen, dan krijg je echt daadwerkelijk wat van de grond. Als hij het niet doet, dan gebeurt het dus ook niet. Ja, maar dat is ook hetgene wat er waarschijnlijk naar fout gaat. En aan de andere kant zie je ook een keer dat er heel veel techniek aankomt. We zijn net weer terug van het Silicon Valley. We hebben daar gesproken over organ preservation. Hoe je uiteindelijk dus stamcellen apart kunt zetten om nadien, zoals hun dat dan aangeven, een nieuw orgaan te printen en te kunnen vervangen. Dat zal natuurlijk nog jaren duren voordat het zover is. Maar er komt een hoos aan technologie op ons af die ook van buiten Nederland komt. Hoe ga je dat nu in hemelsnaam nou gewoon op een goede manier in goede banen leiden? En toch ook zo dat die zorgverzekeraar op dat gebied de juiste inkoop kan gaan plegen. Ja, en concurrerende de technologieën. Want dit is 1 technologie ten aanzien van de organen. Maar in Japan zijn ze met een hele andere technologie bezig. Waarin ze eigenlijk organen in dieren kweken. Dus je hebt allerlei technologieën. En die nemen een enorme vlucht. En dat gaat ook heel veel goeds voor mensen betekenen. Want laten we wel denken. Al die mensen die nu op de wachtlijst staan. En een orgaan nodig hebben. En daar soms ook wel doodgaan. Ja, die mensen die zitten echt te popelen tot die technologie naar Nederland komt. En dat is heel nuttig. Ja, als je een orgaan nodig hebt en je zou hem kunnen krijgen, zou het enorm veel kosten en schade aan mensen en mensenleven kunnen schelen. Maar er komt natuurlijk ook heel veel technologie naar Nederland die de zorg alleen maar duurder maken. Omdat we denken, oh, ik heb op mijn appje gezien dat mijn bloeddruk hoog is en mijn hartslag. Ik ga eens even naar de dokter om te vragen hoe dat zit. Waardoor je een enorme grote toeloop naar de dokter krijgt, daar waar we die nu niet hebben. Dus wat is natuurlijk van groot belang, is dat wij goed onderscheid maken. Wat betalen mensen zelf en wat betalen we met z'n allen? Wat is nut? En wat is meer een spel? Je hoort er vaak zeggen dat mensen aangeven dat innovatie de zorg gewoon duurder maakt. Zeker als je dit soort dingen hoort. Hoe kun je dat op een goede manier beheersen, zeg maar? Wat ik vaak zie is dat er onvoldoende bestuurlijke keuzes gemaakt worden. Er komt iets bij, maar we kiezen er niet voor om iets te stoppen. Ja. Hebben jullie daar als overheid mogelijkheden voor om dat op een andere manier in te gaan regelen? Nou, laat ik het zo zeggen dat een heleboel innovatie die de zorg duurder heeft gemaakt, dat alleen maar goed is geweest. Want mensen zijn er ook langer door gaan leven. Die gingen niet meer dood aan ziekte. Maar door die nieuwe technologie, nieuwe behandelingen, nieuwe medicijnen, gaan ze niet meer dood, maar blijven ze leven. Maar ze blijven wel ziek en maken dus kosten. En dat is die kostenverhoging die we over het algemeen zien. Wat mij op is gevallen is dat we
qua productinnovatie snel iets toepassen, want de dokter wil het graag toepassen en de patiënt wil het graag hebben, maar dat bij procesinnovatie de zorg enorm achterblijft. Ik had het al over het ponskaartje. Ik heb er twee, eerlijk gezegd. Maar qua ponskaartje, maar qua innovatie, qua processen blijven we achter, terwijl we tegelijkertijd zien dat mensen zoveel mogelijk eigenlijk vanuit thuis willen doen. Mensen willen liever niet in een ziekenhuis liggen of in een verpleeghuis wonen. Die willen eigenlijk zo lang mogelijk alles vanuit huis doen. Een heleboel technologieën maken dat mogelijk. Zouden daar ook enorme kosten op kunnen besparen. Maar die technologieën passen we niet toe. Dan kom je ook vaak aan gevestigde belangen. Als je iets afschaft, betekent ook dat je iemand brood uit de mond stoot die dat nu levert. Dus die omslag die gaat in de telefonie heel snel, want daar betalen we gewoon en dan bellen we. In de zorg is het toch echt anders en daar zie je dat het allemaal veel langzamer gaat. Maar één ding weet ik zeker, dat gaat nu, maar dit is een onstuitbare ontwikkeling. Het is ook onzin om te denken dat je vanuit de overheid dat kan sturen. Ik denk dat de Nederlander die beschikking krijgt over zoveel nieuwe toegang tot informatie, over zichzelf, zijn eigen gezondheid, hoe die beter kan leven, dat dat gewoon zo'n grote vlucht gaat nemen. We hebben het wel eens over een paradigma shift. Nou, hier heb je er één. En de heer komt er één aan. Ik ben ervan overtuigd dat de zorg er echt over veel kortere termijn veel anders uitziet dan heel veel mensen denken. Wij houden er inderdaad ook wat van om te geloven en te zoeken naar die patiënt in zijn rol als partner. Ik hoor heel duidelijk zeggen dat die, net als de technologie die er met een noodgang aankomt, ook die rol van die patiënt steeds duidelijker wordt daarin. Tuurlijk, want wij zijn overal zijn we zelf redzaam. Wij bepalen in ons leven met wie we trouwen, of we kinderen krijgen, welk beroep we nemen, welke carrière we stoppen met werken, deeltijd werken. We bepalen van alles. En dan is het toch gek om te denken dat we ten aanzien van onze gezondheidszorg, een van de dingen die we het belangrijkste vinden in ons leven, dat we dan ineens het lot graag in de handen van een ander leggen en vervolgens daar geen eigen keuzes meer in willen maken. Dat is echt onzin. En je ziet ook dat artsen die tijd nemen om met patiënten te praten over hele moeilijke beslissingen, dat patiënten heel redelijk zijn en hele rationele keuzes maken als ze er maar goed in meegenomen worden, als zij beschouwd worden als partner in dat zorgproces. Dank. Graag gedaan. Het is heel grappig, want als ik hier dus kijk, zie ik jou in de spiegel. Ja, precies. Ja. Nou, even één keer aan de zijkant, één keer drukken, dan komt er als het goed is stop recording. Ja. Dus